en iedereen pist onder de douche. Laten we maar even gaan. Nee, dat blijkt toch uit onderzoek dat de meeste mensen plassen onder de douche. Ja, ik plas echt niet onder de douche, hoor. Jullie alle twee dus wel? Oh, absoluut. Ja. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, vind je dat gek, ja? En jullie... En dat wordt iedere week gewoon ook gewoon keurig schoon. En jullie partners weten dit. En jullie kinderen douchen dan ook in die douche? Ja. Ja. Ik werk dus gewoon weer met twee smerige honden. Daar komt het wel nou, nee. Nee. Normaal gesproken zitten we hier natuurlijk altijd met z'n tweeën. Dat zitten we dan nu ook. Want ja, gelukkig ben jij er, Jootje. Maar ja, natuurlijk. Ik ga toch even een lijntje leggen met mijn lieve vriendje Sander. Want ik had hem een kwartier geleden aan de lijn. Toen was er iets met een brug die open stond en niet meer naar beneden ging. Oh, jeetje. Ja, en dan leer mij Sander kennen. Dan breekt het zweet me een beetje uit. Ja. Sander? Ja? Hoe gaat het? Neukende kut, slecht. Een half uur nadat ik linksaf ben gegaan, sta ik nu op dezelfde plek als nu. Hey, hoe is het met plassen onder de douche? We hebben dat ook van ons overgenomen? Ja, je krijgt de lol in ook een beetje. Doe je dit nu structureel? Nou ja, wel regelmatig. Ja, dat is toch mooi. Kijk die kleur die ze krijgen. Ja. En bevalt het? Ja. Eigenlijk wel. Yes, ja. Ja, ik was heel heftig, hè. Ik kwam naar jullie uitgescholden. Kom allemaal niet. En ja. Ja, maar goed, de echte journalist gaat dat natuurlijk wel onderzoeken. Ja, en ik ben wel om, eigenlijk. Dames en heren, het grootste nieuws komt er juist hier binnen gewandeld. Want hij is er weer, Sander Lantinga. Ik moet vaker laten komen. Ik ben ondertussen langs de Mac geweest. Ik heb heerlijk. 33 minuten te laat. Welkom op je werk. En ik keek jou aan en jij keek mij aan. Nee, dit is niet waar gewoon. Ja. En toen zeg jij in mijn droom tegen mij... ik heb altijd nog een keer met jou willen zoenen. En ik zeg tegen jou in mijn droom... ik ook met jou. Nee, dat is feestelijk. En de vioolmuziek die zwol aan. En, nou ja, niet alleen, denk ik. Wij gingen naar elkaar toe. En nou ja, als onze gezichten die gingen steeds dichter en dichter naar elkaar toe. Onze lippen, gelijk magneten, die werden naar elkaar toegetrokken. Ja, ik begrijp het. En we hadden nog één korte aarzeling. Oh, toen zei jij, zullen we dit nou echt doen? Toen zei ik, ja, nou ja, we zijn morgen toch dood. Dus zullen wij dit maar echt doen? En op dat moment... onze lippen kwamen dichterbij. Nee. En dichterbij. En op het moment dat ik dat kriebeltje voelde van... nou gaat het gebeuren... komt in één keer van links een bril aan die zegt... Koen Zwijnenberg, zo, wat zijn jullie aan het doen? Je moet een heel filetje eten. Ik ga een filetje eten. Oh, je kleerlijf. Ja, die. Dat is een mooi stukje. Die moet in één keer. Ja, dat is een loop. Als we hier de radio ring niet meer winnen, weet ik het ook niet meer. Oh, Sander. Je moet goed kauwen. Jij bent gewoon over een paar dagen heb jij de antistoffen. Ja. Ja. En dan kan jij naar de sletterzomer. Dan ja. Ja. Daar komen kleine lantingaatjes van. Ja, want er komt weer een klein lantingaatje. Niet, nee. Ja. Wij gaan voor nummer 4. Nee, joh. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wow, dit is echt waar. Je maakt geen grapje. Wat is dit Ik denk, ik kleed hem eens een keer wat anders in. Hij gaat straks zeggen, het is niet waar. Nah. Maar ik zie aan die neusvleugel, het is echt waar. Dan een tipje voor jou misschien. Dan kan je je kleding inleveren, Sander. De Zeeman gaat vanaf morgen ook tweedehands kleding verkopen. Er zit namelijk allemaal gaten in jouw t-shirt. Ja, klopt ja. Wat is daar mis met mijn shirt? Als de test goed loopt, dan komen er in meer Zeeman-winkels tweedehands. Zo goed dan. Oh! Zo, heb je nou je zin? Je moet het huis! Heb je nou je zin? Hij trekt zijn hele shirt uit elkaar. Ja, dat gestuurde shirt de hele tijd. Kom op, zeg. In het midden zit een gaatje. Zit daar gewoon als een soort van tweedehands Nel Veerkamp hier het nieuws voor te lezen. Ik heb een vet leuk pakje aan. Maar hoe doe je dit nu? Want je hele shirt is naar de... Ik moet nog inspreken ook, bedenk ik. Land? Ja. Hoe drink jij dus je koffie? Sterk en gewoon helemaal zwart. En jij? Ik ben niet zo'n koffiedrinker. Nee. Nou ja, goed, Land. Wie hem zwart drinkt... heeft toch de meeste kans op wat trekjes van een psychopaat of een sadist. Er bleek namelijk een sterk verband te zijn tussen de karaktereigenschappen en de voorkeur voor bittere smaken. Wat is het nou voor stom onderzoek?
Waar slaat dat nou op? Hoe kom je er nou bij dat je mij een psychopaat noemt? Dat is helemaal niet waar. Daar heb ik helemaal geen trekjes van. Helemaal niet waar. Dat is een luchtige. Godverdomme. Is toch niet waar, mens? Dat is toch helemaal niet zo? Durf je mij een psychopaat te noemen? Mij aan de hand van mijn koffie? Er is nog nooit bewijs geleverd dat ik ook maar enigszins ergens psychopathisch ben. Echt verre van. Verzonnen is dit, zeg. Waar haal je dit van? Was dit het? Landje, goedemiddag. Hey jongens. Hallo. Hey, hallo. Hey, kijk, daar zit hij thuis op zijn bankie. Ja, we weten natuurlijk allemaal waarom jij de afgelopen dagen even niet op zender was. Maar ja, meer dan dat weten we natuurlijk niet. Dus lieve Land, praat ons bij. Mijn vrouw, lieve Tessel, die was 40 weken en een beetje zwanger. Dus het liet op zich wachten en het zat er de hele week al een beetje aan te komen. Maar donderdagochtend ging het in sneltreinvaart heel goed de goede kant op. Dus vliezen gebroken, nou ja, dan hoef ik het verder allemaal niet uit te leggen. Maar om 3:15 'smiddags, 5:15 voor de aanvang van de Sander Show, is onze dochter Lexi geboren. Nou, wow. Lexi!